Yo Nintendo fans, welkom alweer op dag 10 van Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Heb je de vorige aflevering gezien? Dan heb je kunnen zien dat we nu in het bezit zijn van ook een roze Pikmin. Kijk maar eens, we hebben er maar liefst 18. Ik neem ze ook alle 18 even mee. Ik neem ook een stuk of 25 gele mee, denk ik. Een stuk of 20 donkere en een stuk of 20. Nou, laat ik er maar 25 van deze meenemen. 25 van deze. Nou, weet je wat? Dit is eigenlijk wel mooi ook zo. Wat een mooi mixie, jongens. Nou, dan moeten we maar even kijken wat we gaan doen. Hier is nog een fruitje trouwens. Die mogen de rode Pikmin eens eventjes naar huis brengen. Geen idee waarom die daar lag. Dan ben ik heel benieuwd of mijn gele Pikmin deze mee kunnen nemen vanaf daar. Want volgens mij moet dat eigenlijk vanaf de andere kant. Ja, daar moet geduwd worden. Dus nee, daar kunnen we niet naartoe. Nou, hadden we hier voor de rest ook niet echt iets volgens mij? Ja, ik moet even uitzoeken waar we naartoe kunnen. Kunnen mijn roze Pikmin dit fruit pakken? Nee, zo hoog kunnen ze niet vliegen. Nee. Nou, dan vragen we maar even een hint op. We kunnen takken uit het water halen. Oh. Nou, dan wacht ik even totdat zij terug zijn. Want dan hebben we weer een aantal extra roze Pikmin erbij. Let's go, guys. Deze kant moeten we op. Aha, kijk, hier moesten we naartoe. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Ja. Doe maar. Ja. Kijk. Ja hoor. Ja, en nu stromen er ook aan deze kant blaadjes, waardoor we dus ook aan deze kant verder kunnen. Lekker, oké. Die had ik even niet gezien. Ondertussen worden we gebeld. Door wie worden we gebeld? Yo, wie is dit? SS Dolphin. En ik kan niet terug naar... help me, iemand. Kapitein Olimar, help. Ik ben boven aan een gigantische boom. En er is hier een of ander heel eng wezen. Help me alsjeblieft. Voordat... Ah, hij is terug. Nee. Oké, ik ga mijn best doen, jongen. Ik ga mijn best doen. Ik weet niet waar je bent, maar ik kom eraan. En Elf, die denkt dat dat Captain Olimar is. Nee. Dat is niet Captain Olimar. Dat is weer een heel ander persoon. En nu, als ik hier dan opsta, komen er nu blaadjes dan? Nee. Jawel, jawel. Kijk, daar komt een heel groot blad. Springen maar, jongens. Hoppa. Of in het geval van de roze Pikmin, gewoon lekker vliegen. Oké, waar gaan we naartoe? Pas op voor die beesten daar. Oké, die beesten doen niks. Dan kan ik hier afspringen, maar dat ga ik niet doen. Nee, we moeten juist door. We moeten daar naartoe. Oké, dit zal die hele grote boom zijn waar die gast is. Hier is ook een spinnetje en allerlei andere dingen nog. We gaan eerst eens even kijken of we die gozer kunnen redden. Waar ben jij dan? In ieder geval hebben we hier weer een shortcut. Dan kunnen we vanaf de ui gelijk hoppakee hier naar boven de volgende keer. Dan hoeven we niet weer helemaal om te lopen met die blaadjes. Goed geregeld, jongens. Oh, en hier was nog een stuk fruit trouwens. Deze wil ik wel even pakken. Daar mogen wat gele Pikmin voor gaan zorgen. Kijk, neem maar mee. Toppie, ik zie jullie later. Doei doei. Ja, misschien moeten we toch die spin kapot maken. Oh nee, we kunnen hier gewoon over de brug, joh. Oké, maak deze even kapot. Lekker bezig. Misschien willen mijn rode Pikmin ook even helpen. Dan gaat het nog sneller. Weet je wat? Help allemaal maar. Ik ben benieuwd of mijn gele Pikmin nog terug gaan komen. Of dat hij gewoon denkt van... Nah. Ik vind het wel prima zo. Oh, ik zie daar een gigantisch beest, jongens. Wat is dat voor een gigantisch beest? Ik ben benieuwd of die ook delen van deze brug heeft. Oh gosh, waar moeten we allemaal naartoe? We kunnen sowieso deze kant op. Oh, oh, we worden aangevallen. Pak hem. Pak dit beest. Pak dit beest. Oh, nice. Kijk, nectar. Lekker. Smikkelen maar, jongens. Smikkelen. Kijk, heel nice. Nou zijn mijn gevleugelde Pikmin ook weer wat sterker. Ja, jullie mogen even deze poort kapot maken, jongens, met z'n allen. Oké, de poort is opgetild. Dan willen we natuurlijk dit fruit meenemen. Doe maar. Alleen denk ik... Oh, ik denk dat we... Oh, snap. Ja, nu. Charger. Lekker. Pak hem. Heel goed. Oké. En kom maar met z'n allen. Oh... Pak deze. Nice. Ja, pak hem. Kom op, rode Pikmin. Oké, die tweede hebben we ook. Er zijn wel een aantal donkere Pikmin nu gesneuveld. Pak hem. Met z'n allen. Charger. Maak hem kapot. Kom op, pak hem. Val hem eens aan. Jullie staan niks te doen. Man. Ja, dit is dus ook niet chill. Nou zijn mijn gele Pikmin, die staan allemaal daar. Maar mijn roze Pikmin, die zijn er niet meer. Oh, ik zie hier nog een hint trouwens. Oh, gevleugelde Pikmin, die zijn niet zo sterk. Oh, oké, die moeten we dus niet gebruiken om aan te vallen. Zijn die dan net ook massaal dood gegaan nu? Oké, laten we even deze gele Pikmin ook meenemen. Er gaan ergens Pikmin dood. Hier ging een Pikmin dood, denk ik. Oké, hier zijn in ieder geval weer genoeg Pikmin. We zijn net over de helft van de dag. Deze Pikmin, die brengen nog even een enemy naar de base. Tempo, jongens. Ik heb jullie nodig. Pikmin Army. Oké, goed gedaan, jongens. Kom maar mee.
Kom maar mee, we gaan nog even een rondje maken hoor. We zijn nog niet klaar. Want we hebben deze brug nog helemaal niet gebouwd. Oké, 5 Pikmin mogen even dit ding meenemen. Want ik heb weer nieuwe roze Pikmin nodig. Oh snap. Wat is dit? Wat is dit voor reiger? Pak hem aan jongens. Pak hem aan. En terug. En terug. No! No! Nu chargen! Lekker! Oké, dit is ook wel een fanatiek wezentje jongens. Man, man, man. Oh, kijk hem, mijn Pikmin opeten. Hou op met mijn Pikmin eten, jongen. Hou op. Maak hem kapot. Wat een irritante gast. Nu, sloop hem. Sloop hem. Met z'n allen. Oh my god. Hij slurpt mijn Pikmin gewoon op. Het is nu genoeg geweest, vriend. Ik ga al mijn Pikmin op je gooien. Kom dan. Kom nog één keer. Hier, pak hem. Pak hem. Met de rode Pikmin, niet met de roze Pikmin. Lekker. Zo doen we dat. Oké, hij wordt naar de basis gebracht. En de appel ook. Oké, wij gaan even door met de kleine squad. Oeh, nice. Hier hebben we weer een shortcut die we kunnen openmaken. Lekker. Kijk, dit moet je gewoon continu doen, hè. Dan heb je continu de kortste weg terug naar je ui en naar het ruimteschipje. Heerlijk. Kijk, hier is die blauwe brug. Dus dit is al bijna bij ons ruimteschip. We hebben nog wel heel even de tijd om nog verder te kijken. Oh, hier is nog een hint trouwens. Oh, hier moeten we weer samenwerken om naar de overkant te komen. Maar ik laat me eerst maar eens even kijken wat hier nog allemaal is. Hier is wel ergens een item wat we nodig hebben, blijkbaar. Hebben we daar nog tijd voor? Ik hoop het, jongens. Ik hoop dat we nog tijd hebben. Ik ga even Brittany daar naartoe gooien. En wat gele Pikmin. Oh nee. Nee, we gooien mis. Oh gosh. Oh gosh. Er zijn een aantal Pikmin die zijn aan het verdrinken. Oké, wij zijn teruggestuurd nu. Even kijken wat Brittany kan doen. Oh, we hebben echt maar één donkere Pikmin bij ons. Oh nee. Ik heb veel meer donkere Pikmin nodig. Misschien gaat hij het redden in zijn eentje. Hij is wel aardig aan het klappen. Oh, kijk daar. Daar is een stukje brug. Hoe komen we daar dan? Oké, kom terug jongens. Kom terug jongens. Kom terug. Nee. Ik heb weer gele Pikmin verloren. Oké, kom terug jongens. Kom terug. Kom terug. Kom terug. Sneller. Oh man. Deze spinnen zijn wel vervelend, jongen. Oké, het spinnenweb hier is in ieder geval weg. Ja, hier hebben we dus vliegende Pikmin voor nodig. Kijk, zo op die manier. Dan kunnen ze... Ja, dan kunnen zij wat mee naar huis nemen. Alleen, ja, dat gaat hem niet meer worden. Ik moet heel snel naar huis nu, jongens. We moeten heel snel naar huis met z'n allen. We hebben wel kiwis, jongens. Wie houdt er van kiwi? Ben jij fan van kiwi? Laat het weten in de comments. Ik zelf vind kiwis echt super vies. Oké, kom mee met z'n allen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. In ieder geval, hier is dus die brug. Daar vliegt nog een Pikminnetje. Kom jij ook mee? We moeten snel naar huis. Oh, we hadden hier natuurlijk een shortcut. Dat klopt, ja. Misschien kunnen we nog wat Pikmin helpen. Dan gaan we wat sneller. Hier, help ook even mee met deze jongens. Kijk, daar komen ze al achter ons aan. Kijk, we moeten proberen om iedereen natuurlijk thuis te brengen. Oh, wacht even. Er staan daar weer Pikmin te wachten. Jongens, loop nou gewoon mee. Niet achterblijven. Gewoon meekomen. Ik denk en ik hoop dat iedereen hier is. Laten we het hopen dat we niet weer Pikmin achter hebben gelaten. Er zitten er 0 in mijn squad en 9 in de field. Oh, we moeten iedereen terugroepen. Kom terug. Kom terug, ik weet niet waar jullie zijn, jullie 9 Pikmin. Oh, we hadden dit veel eerder moeten doen. Oh nee, daar gaan ze, daar gaan ze. We hebben wel echt super veel fruit gevonden. En allemaal nieuw fruit ook. Nou, dat was de winst van deze dag, jongens. Fruit vinden. Kijk hoeveel. Knijterveel. Kijk, we hebben nu al 20 fruitshakes en 15 soorten fruit gevonden. Hoppakee. 21 fruitshakies. Ja, dat was dus dag 10. Ja, en we zijn toch wel wat Pikminnetjes verloren. Er zijn rode bijgekomen. Maar er zijn een paar grijze en een paar roze dood. En daar hadden we er toch al het minst van. Ja, die roze moeten we dus niet te veel laten battelen, jongens. Die zijn niet zo sterk. We hebben contact gemaakt met Olimar. Althans, dat denken zij. En zij denken dat hij de Cosmic Drive Key heeft. Ja, ik ging dus op zoek naar die gozer. Maar daar moest ik nog een bruggetje voor bouwen. En dat is nog niet helemaal gelukt. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor elke dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!